De Volkswagen e-Crafter is een progressief statement. Hij is emissieloos en daardoor de ideale bestelwagen voor gebruik in binnensteden. De e-Crafter beschikt over 136 pk en dit met een volledig elektrische aandrijflijn en een laadcapaciteit van maximaal 1 ton. De e-Crafter werd parallel ontwikkeld aan de modellen met de zuinige Euro 6 dieselmotoren en dat is een groot voordeel. Aangezien de e-Crafter geen naderhand omgebouwde brandstofauto is, kon Volkswagen bedrijfsvoertuigen zijn architectuur optimaal afstemmen op de integratie van de elektrische aandrijfcomponenten. Zo kreeg de lithium-ion batterij een plaats onder de laadvloer om geen laadruimte in te nemen. Hierdoor kon het laadvolume optimaal worden benut. Zijn maximaal rijbereik van 170 km en zijn op 90 km per uur begrensde topsnelheid voldoen precies aan de eisen die aan een bestelwagen voor stedelijk gebruik worden gesteld. Aan de basis van deze configuratie liggen uitgebreide mobiliteitsanalyses. Bovendien houdt dat de prijs laag, aangezien de accu kleiner kan worden gehouden. Daarom stond bij de ontwikkeling van de nieuwe Volkswagen e-Crafter niet het maximale, maar juist het meest relevante rijbereik centraal.